De stichting Bont & Blauw heeft gisteren haar jaarlijkse kerstviering gehouden met seniorenburgers. Iets meer dan 50 senioren zijn in de bloemetjes gezet in het Cifus-gebouw. We hebben een leuze. Jongwang nanga oruwang, makandra jiwang gezond tussenang. Bij de jongeren leggen we een basis voor de toekomst. We willen dat ze op een stevig fundament hun toekomst bouwen. En daarom geven we trainingen, onder andere trainingen in het budgetteren en communiceren. We doen het Popchi Patu project. En al dit soort dingen die we doen met de jongeren zijn tools en ervaringen en kennis die we hebben meegekregen van de ouderen. De senioren die vandaag hier zijn, die hebben een basis gelegd bij ons en daar bouwen we op. We hebben van onze ouders, de mensen die nu hier zitten, ouders en grootouders, hebben we geleerd hoe we samen moeten gaan voor wat wij willen. En dat is voor ons als bestuur van Stichting Bont & Blauw een uitdaging, een inspiratie om door te gaan waarmee we bezig zijn. En we doen het al een aantal jaren. Volgens Jane De Bies, bestuurslid van Stichting Bont & Blauw, doet de organisatie dit al langer dan 10 jaren. Behalve de kerstviering die met de senioren wordt gehouden, gedenkt de stichting ook de mensen die in het laatste kwartaal jarig zijn geweest. We hebben bij ons een 100-jarige en we hebben 92-plussers. Ja. En die gaan we lekker in de bloemetjes zetten, dus al de jarigen vanaf de tweede helft van het jaar. Want dat doen we periodiek, hè. De tweede helft van het jaar gaan we dus deze jarige vanavond ook in de bloemetjes zetten. En we gaan dan het nieuwe jaar inluiden. Natuurlijk maken we ze blij met pakketjes. Ja, het zijn niet dus de pakketten, voedingsmiddelen en zo, maar het zijn echte kerstpakketjes met kerstbrood en snacks en dergelijke. En dingen die ze gewoon echt kunnen gebruiken. Hoor, dus niet, ja. Want je kan de mensen nu niet een pakket geven van Ongobori of iets dergelijks. Je weet toch, de tijd is dat. Het is een heel andere tijd. Dus je geeft ze wel een pakketje waar iets dus, is leuks, is lekkers. Dat geeft voor ze. Aldus Jane De Bies, bestuurslid van Stichting Bont & Blauw. Ze sprak gisteren bij de jaarlijkse kerstviering met senioren burgers die in het Cifus-gebouw is gehouden.